Hi, Sylvie met Sander de Kramer spreek je, van Sander en de Hartenjagers. Hallo. Hallo. Ja, hallo met Jurgen Rijman. Ik bel namens de campagne Sander en de Hartenjagers. Het is een initiatief van het PSP Rijnmond. Wat fijn dat ik je tref, Jane. Als het goed is, heeft hij meegedaan aan de online kickstart. Nou, helemaal goed. Dan zit je bij mij aan het juiste adres. Jullie zijn er allebei nog leuker. Ik heb er 2 aan de lijn. We zijn bezig met een campagne om 50-plussers aan een baan te helpen. Ja. En dat gaat als een raket. Hoe kunnen we nou mensen die afstand hebben toeleiden naar een baan? Er zijn toch wel veel mensen die willen en kunnen werken. En er zijn ook veel bedrijven die mensen nodig hebben. Ja, dat klopt. Wij ook. Nou, wat leuk. Ik was al aan het wachten erop. Waardoor je gewoon een weg gaat plaveien voor mensen van 50 plus. 50 is het nieuwe 30. Dat kan ik beamen als 55'ers. Hebben jullie misschien een leuke job voor een werkzoekende van ons? Ja, stel dat jullie kandidaten hebben, dan nemen jullie contact op en dan komen jullie langs met die kandidaten. Klopt, ja. En in sommige gevallen is het ook gunstig voor de werkgever als mensen al langere tijd een baan zoeken. Dan kom je in aanmerking voor een regeling en dan is het ook gunstiger. Geen baard, ja, dat verliest dat ook in de fik natuurlijk als je brandwacht bent, dat begrijp ik wel, ja. Maar ik vind het een normale eis, dat heb ik ook aan mevrouw gesteld. Dus... Dan ga ik jou volgende week even bellen om een afspraak te maken. Ja. Er wordt gewoon contact met jullie opgenomen. Als je nou andere bedrijven kent die ook een sociaal hart hebben of je wil meer informatie, ga dan even naar de website sanderendehartenjagers.nl of bel me gewoon op. Super, ik ben benieuwd. Oké. Fijn dag!